Hallo. Het is handig om enig vat te hebben op wat kwaliteit is. Je hoort het vaak, dit is kwaliteit, dat is kwaliteit. Maar wat wordt er nou mee bedoeld? Toen ik van de HTS afkwam, heb ik een boek gekocht, deze. Omdat ik gewoon wat meer wilde weten over marketing. Daarin staat een artikel. Wat uit de doeken doet. Wat er nou bedoeld wordt met kwaliteit. Het artikel heet Competing on the 8 Dimensions of Quality. Bij een David A. Garvin. Dus je hebt 8 aspecten voor kwaliteit. Ik noem ze even allemaal op. 1. Prestaties. Conformance zeggen ze in het Engels. Veelzijdigheid. Features. Standaardisering of aansluiting. Conformance. Daar zou je ook ergonomie onder kunnen vatten. Dan heb je duurzaamheid. En dat is de vertaling van durability, niet sustainability. Dan heb je betrouwbaarheid, reliability. Onderhoudsgemak, serviceability. Vermeende kwaliteit, perceived quality. En aesthetics, esthetiek. Dat zijn dus die 8. Nou voeg ik er graag nog 1 aan toe. Want die zou ik niet ergens anders kunnen onderbrengen. En dat is milieuoverwegingen. Hoe goed een product kan vervullen datgene waarvoor je het hebt gekocht, dat valt onder de prestaties, de performance. Dus voor een mes is het, hoe goed snijdt die? Dus hoe scherp is die in feite? Voor een auto zou dat betekenen, hoe zuinig kan die iemand of iets van A naar B brengen? Kan ook zijn, hoe snel kan die rijden? Het is maar net wat je zoekt in die auto. En je hebt niet 1 aspect wat onder die performance valt. Heb je een zaklamp, zoals hier deze Tactical Zaklamp, dan gaat het erom dat je relatief zuinig veel licht kunt produceren. Nou, in die zin is dit een hele goede Tactical Zaklamp. Want er komt nogal wat licht vanaf. Als we het hebben over veelzijdigheid en features, de extra's van een product, dan zit je bij uitstek bij bijvoorbeeld een Zwitsers zakmes. Die draait hierop. Het gaat niet zozeer om de prestaties zitten in de veelzijdigheid. Maar als het om een auto gaat, dan is het, wat kun je er verder nog meer mee? Dus bijvoorbeeld een Citroën BX, daar kun je de vering van oppompen, zodat je de bussluis door kunt. Of je kunt op het hobbelige platteland heb je een zachtere vering en op de snelweg kun je. Dus dat is een feature, dus een veelzijdigheid. Maar het kan ook zijn dat een auto zeg, dat je die om kunt bouwen of dat het dak open kan, dat soort dingen. Als we nog even naar de Tactical Zaklamp gaan, dan is een feature hiervan is dat je hem ook nog kunt focussen. Features. Bij standaardisering wil je dat dingen aansluiten op wat er is. Dus als we het hebben over een broodrooster, dan wil je dat hij voor de Nederlandse markt op 230 volt wisselspanning bij 50 hertz draait. En dat de steker, dat die in het Nederlands stopcontact, want contactdoos, past. Dat is kwaliteit. Voor de Tactical Zaklamp wil je dat er batterijen ingaan die breed beschikbaar zijn. Nou, in dit geval AAA, dus dat lukt allemaal wel. Dat is standaardisering. Wat je ook wil hebben van zo'n zaklamp, is dat die goed in de hand past. Dat die daarop is gemaakt. Ergonomie is ook standaardisering. Nu, om even de verwarring weg te nemen voor de jongere generatie, het woord duurzaamheid. In de tijd hebben ze in Nederland besloten dat het woord sustainable vertaald moest worden met duurzaam.
Maar het woord duurzaam had die betekenis niet. En die betekende dat iets een lange levensduur had. Dus nu zijn we beland in de situatie dat dus een kleinzoon bij zijn oma op bezoek komt. Oma heeft een wasmachine die ze misschien al 20 jaar lang heeft. Of misschien wel 30 jaar, Vendomatic. Dat ding blijft maar draaien, maar verbruikt wel 50% meer dan de wasmachines die nu in de winkel staan. Dus oma zegt dat het een duurzame wasmachine is en kleinzoon die snapt er helemaal niets van. Maar zo zit het, als we het hier hebben over duurzaamheid, dan gaat het om dat dingen lang meegaan. Nou, als we dan even teruggaan naar de Tactical Zaklamp. Vroeger hadden de zaklampen een gloeidraadje en dat gloeidraadje dat kon door trilling of door ouderdom, dat corrodeert, kon die gewoon doorbranden. En dan had je geen licht meer. Maar hier in deze Tactical Zaklamp zit een ledje. En in principe gaan ledjes nooit stuk. Die gloeilampen die hoorden eigenlijk ook nooit stuk te gaan, maar daar hadden de fabrikanten onderling een afspraak over gemaakt. En ze gingen elkaar ook beboeten op het moment dat ze erachter kwamen dat een van hun gloeilampen maakte die langer dan, wat was het, 4000 uur wisten te branden. Een complot. Ja, ze bestaan. De Tactical Zaklamp is wat dat betreft een duurzaam product. Bij betrouwbaarheid ben je erop uit dat een product je niet laat vallen. Dat het ook gaat werken op het moment dat jij het nodig hebt. Dus dat het niet uit elkaar valt, een brandblusser moet blussen op het moment dat jij je brand hebt. Logisch. Maar bijvoorbeeld een noodaggregaat van een ziekenhuis moet draaien op het moment dat de gewone stroomvoorziening uitvalt. En daarin is dus biobrandstof niet wenselijk. Waarom? Er is gebleken dat biobrandstof, omdat het dus zo half natuurlijk is, ook door bacteriën wordt omgezet naar een soort snot, een soort slijm. En als dan je aggregaat van je ziekenhuis aangedraaid wordt, dan gaat die vanzelf ook weer uit, omdat het filter al dat snot niet kan verwerken. Dus biobrandstof, biodiesel, is wat dat betreft een onbetrouwbare brandstof. Vermeende kwaliteit. Dan zitten we in wat ze in marketingtermen noemen, dat geeft de consument een kwaliteitsbeleving. Een van de bekendste voorbeelden is wel de term Zwitserse kwaliteit. Als je zegt Zwitserse kwaliteit, dan is daarmee eigenlijk alles wel gezegd. Je hoeft er verder ook niet meer over na te denken. Het komt uit Zwitserland, dus het is goed. Nou is dat vaak wel waar. Maar je moet het toch nog even op subaspecten gaan beoordelen. En dat zijn die overige 7, nu 8 aspecten waar we het hier over hebben. Vermeende kwaliteit kan ook bijvoorbeeld in de verpakking worden uitgedrukt. De chipzakken zijn van een soort kraakplastic gemaakt, omdat dat een beetje hoort bij het krokante imago van de chip. Zo heb ik begrepen. En je ziet bijvoorbeeld als je een doos bonbons koopt, dan is het plastic waarin het verpakt is, en dat geldt voor parfum ook, is cellofaan. Omdat dat ook een beetje een meer exclusieve uitstraling geeft voor degene die het koopt. Het is allemaal vermeende kwaliteit. Allemaal gericht op een imago. Onderhoudsgemak, serviceability, is ook een kwaliteitsaspect. Als je bijvoorbeeld in de keuken gaat kijken, dan wil je bijvoorbeeld dat het vriesvak van je koelkast, dat ontdooien, dat een makkelijke klus is. Dat je niet lang staat te klooien. Hetzelfde voor je afzuigkap. Je moet jezelf uit elkaar kunnen halen, onderdelen kunnen vinden en dat ding weer in elkaar kunnen zetten. Of je kijkt naar een auto, want vraag maar eens een keer aan een dealer om te demonstreren hoe makkelijk het is om lampjes uit te wisselen
aan de, van de koplamp en de achterlamp en zo. Dat soort dingen. Of, als je kijkt naar fietsen, dan heb je tegenwoordig een heleboel kettingkasten die de hele ketting inpakken. Die schier onmogelijk zijn om uit elkaar te halen. Dat is een hele klus om dat weer in elkaar te zetten. Terwijl het smeren van een ketting is echt iets wat eens in de zoveel tijd moet gebeuren. Dus die plastic fabrikant met die van dat ene merk. Ik kan dat spul niet meer zien. Ik heb liever gewoon zo'n ouderwets plaatstalen kettingkastje. Die niet de hele ketting ontslaat. Want daar kan ik tenminste de ketting zien. En als er iets mee is, kan ik erbij. Onderhoudsgemak. Esthetiek. Een product wat van hoge kwaliteit is, dat is ook netjes afgewerkt. Dat is iets waar een heleboel mensen het over eens zijn. En soms is de esthetiek, dus hoe het eruit ziet, is daarnet waar mensen iets voor kopen. Ja, als we nog even teruggaan naar de tactical zack lamp, dan wordt dit gekocht door mannen en jongens, vooral, die iets militairachtigs willen hebben. En daarom kopen ze een tactical zack lamp. Zeg nou wel. Nou, daar voldoet het aan. Er zit dus een ribbeltje in. Er zitten nog platte kanten. Dat doet vermoeden dat je hem nog ergens op kunt monteren. Dus onder je vuurwapen zou je hem kunnen zetten. Dus je machinepistool, zeg het maar. En er zitten dus ook lettertjes op en zo. Dus dat is allemaal esthetiek. Maar als we het hebben over Rolls Royce, dan wil je dat als je langs het staal kijkt van de buitenkant, dat er nergens een ribbeltje in zit. Dat is esthetiek. En dat kan voor andere producten weer een ander aspect zijn. Dus dat telt wel mee. Dan het, wat ik noem het negende aspect van kwaliteit. Dat is milieuoverwegingen. Het is een teken van kwaliteit, wat mij betreft, als je een product na afloop op een ordentelijke manier ook weer kunt recyclen of hergebruiken, of dat er in ieder geval weer iets uitkomt. Dus dat er niet een hoop moeite kost om de wereld te behoeden voor het afgewerkte product. Zoals met een heleboel zaken het wel het geval is. Klinkt nog een beetje abstract, maar als je een telefoon koopt die na afloop dus weer in onderdelen uit elkaar te halen is en dat sommige onderdelen gewoon opnieuw herbruikbaar zijn, dan is dat heel goed. Dan is dat een kwaliteitsteken. En dan zou je het ook nog kunnen noemen onder serviceability, want dan kun je dus onderdelen gaan uitwisselen. Maar als dat niet kan, dan wil je op zijn minst dat hele product uit elkaar getrokken kan worden. En dat er alle onderdelen opnieuw gerecycled kunnen worden, omdat het praktisch al grondstoffen zijn. En dat het in ieder geval niet erop uitdraait dat het product wat klaar is, dat het een moeite kost voor de wereld. Zoals op dit moment het geval is met bladen van windturbines. Die zijn nog niet bepaald milieuvriendelijk. Of zoals het tegenwoordig gezegd wordt, duurzaam. Dat wil ik hier niet zo gebruiken. Dus hou op met duurzaam. Het is niet milieuvriendelijk. Als je het hebt over product life cycle, dan is dat geen kwaliteitsaspect van windturbines. Zo, dit zijn dan de 8, inmiddels 9 subaspecten van kwaliteit. Dus als je iets gaat kopen, of een dienst of een product, dan kun je daar naar kijken om erachter te komen of het product überhaupt wel de kwaliteit heeft die jij zoekt. Je hebt er nu meer grip op. Dus bedankt voor het kijken. Als je het leuk vindt, like hem even en word lid van het kanaal. En graag tot ziens.